Nou, we zitten hier bij een prachtige, mooie, vrijstaande beuk. Die ik graag gebruik als een soort van outdoor office. Als je de hele boom bekijkt, zie je dat het een hele wijde grote beuk is. Dat zie je eigenlijk zelden. Mensen kennen de beuk meestal als een rechtopgaande boom. Nou, dit is een vrijstaande in het bos. Dat is echt heel uniek. Om dat te begrijpen, en dat vind ik zelf natuurlijk altijd heel erg interessant, moet je veel meer van de geschiedenis van de omgeving kennen. Nou, mijn hele bedrijf is daarop geënt. Om meer zicht te krijgen op onze eigen natuur, maar ook de natuur waarin wij ons begeven. En nou, in dit bos lezen we de laatste 150 jaar af. Daarvoor moet je weten dat het kaalgeslagen was, dat er grote zandvlaktes en heides waren hier, overbegraasd. Nou, dat zegt wat over die tijd. Schapen werden hier gehoed. Die vraten waarschijnlijk te veel, waardoor het bos niet in beweging kwam. En daarnaast valt er in die natuur zo ontzettend veel te leren. Want als ik dan weer even terugga naar deze boom, deze vrijstaande beuk. Nou, wat heeft die dan nodig? Er zijn hier heel veel takken om ons heen. Die heeft dus ook heel veel wortels nodig om die takken van voeding te voorzien. En aangezien die zoveel takken heeft, wordt die ook zo dik. Deze boom is helemaal nog niet zo heel oud, maar omdat hij zo ontzettend veel inkomsten heeft, zeg maar, vanaf al die takken, groeit hij jaarlijks stevig door. Nou, dat kan je ook weer terugkoppelen aan een bedrijf. Hè? Een bedrijf die heel veel marktaandeel heeft, zou ook heel veel omzetten. Zou ook heel gauw dik worden en heel gauw groot worden. Maar moet zich ook beseffen dat dat in verhouding moet zijn met de aarde. Hè? Hoeveel voeding onttrekt die uit de aarde. Maar zo'n boom als deze, die is ook vrij alleen, want er staat niks of nauwelijks wat onder. Dat laat hij ook niet toe, omdat hij zo ontzettend dominant aanwezig is. Nou, dit is natuurlijk een prachtig laantje, ooit aangelegd om de vrouwen die niet bruin mochten worden te beschermen tegen de zon. Alleen toen was alles in een boog gevormd. Het was een tunnel en dat zijn ze helemaal vergeten. Het is allemaal doorgeschoten. Maar het blijft nog steeds een prachtig mooi laantje. Waar ik graag doorheen loop. Dit prachtige laantje is natuurlijk een stukje cultuurerfgoed. Aangelegd voor de vrouwen om hier misschien wel te ijsberen. En dan ook wit te blijven als een ijsbeer. De mannen die waren dan aan het jagen. Maar hier buiten, net buiten het gebied, vinden we het zogenaamde geriefhout. Ik vraag je even aan om mee te komen. Op deze plaats hier, daar heeft de boom zelf eerder gestaan. Die is afgezaagd. Op de buitenste rand, dan heb je op een gegeven moment, als dit de stam is die daar gestaan heeft, komen allemaal uitlopertjes en een aantal daarvan die hebben succes. In dit geval zijn er twee goede bomen uitgekomen en deze is in zijn eigen schaduw opgegroeid en deze heeft het niet gehaald, dit onderdeel van zichzelf. En gezien het feit dat dit nog op een redelijke loopafstand is van het woonhuis, werd hier kachelhout geoost. Maar we zagen dus niet de boom af en dat je een nieuwe boom moet planten. Nee, je zaagt de boom af, zodat het wortelstelsel weer zorgt voor nieuwe uitloop. En eigenlijk al die bomen hier, al die eiken, die werden afgezet voor brandhout. En waar nu die varens staan, hier, daar hebben ze geprobeerd weer wat oudere stammen opnieuw terug af te zetten. En dat is helaas niet gelukt, want op een of andere manier zijn ze niet teruggekomen. Maar goed, die varens vertellen ons wel dat het oude bosgrond is. Nou, prachtige laan, zoals je ziet. Veel beukenbomen. Her en der een eik. En die eik is ertussen geplant. En dit is eigenlijk ook weer zo'n gebruik om tussen de beuken eiken te planten. En die eiken die werden ertussen geplant. Omdat in concurrentie met de beuk groeit die eik recht. En deze bomen, deze eiken, die zijn geplant om als timmerhout te gebruiken. Nou, we zijn ook weer vlak bij het landhuis hier.
Dus echt gebruikshout. Alleen zijn ze niet geoogst en hebben de beuken die ernaast staan, eigenlijk de eik overgroeid, al het licht weggenomen. En helaas zijn ze komen te overlijden. Niet erg, want dood eikenhout heeft weer een heleboel gasten die graag in de eik komen bivakeren. Nou, in deze bossen stond heel veel douglas. Hier ligt een douglas spar, die ligt hier om. Misschien expres omgeworpen, want simulatie van windworp wordt gedaan. Maar je ziet hier allemaal opkomende grove dennen. Maar op dezelfde plaats stonden meer douglassparren. Het kan zijn dat er één of twee vergeten zijn en later met een stevige wind zijn omgegaan. De wortel zit nog in de grond vast. En die wortel die voedt nog een tak die daar ginter zit. En dat kunnen we zien doordat hier zie je dat die banen nog steeds actief leven. Onder de schors zelf zitten levende banen. En die banen die zijn verbonden met deze. Ja, het was ooit een tak, maar die heeft zich opgericht tot stam. En nu staat hier eigenlijk gewoon weer een boom. En over pak een beet 40, 50 jaar staat hier waarschijnlijk een volwassen douglas. En in de hoop dat hij dus niet omwaait. Hij staat nu niet heel stevig geworteld. Maar ik vind het wel een prachtig beeld voor nou ja, een levend organisme wat omvalt en eigenlijk weer gewoon zich opricht. Overlevingsstrategie.